Als ik jou nou vertel hoe het mij gelukt is om 8 kilo af te vallen, al 6 maanden geen alcohol meer te drinken, ontzettend vaak te gaan sporten en veel belangrijker ook, daar heel veel plezier in te hebben. En je zult denken, wat heb ik daar nou aan? Nou ja, ik hoop dat als het mij lukt, dat het jou misschien ook lukt. Nog een keer, daar kijken. Welkom bij vlog 7. Zo zie je maar, ook als je op vakantie bent, zijn er voldoende kansen om te blijven trainen. Hey, hallo, welkom bij vlog 7 alweer. Live vanuit de Auvergne, waar wij vaak in de kerst- en zomervakantie naartoe gaan, naar dit huisje hierachter, het huisje van mijn ouders. En aangezien het vakantie is, helemaal glad koppie, want dat is ook al een jarenlange traditie. En hoe je nou van baard naar glad gaat, dat zie je hier. Allereerst, wat leuk dat je kijkt in dit vlog waar ik je wil laten zien wat mij het afgelopen jaar is gebeurd. Mijn jaaroverzicht, en dan focus ik met name even op de wedstrijden. En je zult denken, wat heb ik daar nou aan? Nou ja, ik hoop dat als het mij lukt, dat het jou misschien ook lukt. Want waar begon ik een jaar geleden? Ik was structureel al 1, 2 jaar lang 5, 6, op een gegeven moment zelfs 7, 8 kilo te zwaar. Ik deed vrij weinig aan sport. Ik werd steeds luier. Ik ging steeds meer alcohol drinken, waardoor ik ook steeds luier werd. En ergens afgelopen jaar is een ommekeer gekomen. En dat begon allemaal in januari van vorig jaar. Een beetje zo rond deze tijd. En ik zat te denken, goh, wat zal ik dit jaar nou eens met sport gaan doen? En ik zat samen met mijn dochter. Dochter, Sophie. Zaten wij in de Kaap te lezen. En wat zagen we toen, Sophie? De Driebergenloop. Wij zagen de Driebergenloop, een evenement bij ons in de buurt. Dat was toen op 11 maart. En wij zeiden tegen elkaar, daar gaan we aan meedoen. Ja, toch? En in vlog 2 heb ik je ook al verteld hoe belangrijk het in ieder geval voor mij is om een evenement in de agenda te hebben te staan. Als eenmaal dat evenement ingeschreven is, dan komt de training wel vanzelf. Dus het begon met die Driebergenloop op 11 maart. En die was maar 6 kilometer. Maar dat vond ik toen nog best wel heftig. En ik weet nog dat buurman Robert, die liep al 12 en ik dacht, jezus, 12, dat is ver. Maar ik ging het doen. Ik ging trainen, ik ging het doen. En terwijl ik in februari aan het trainen was, dacht ik, oh ja, dit is toch wel leuk. Ik wil meer loopjes. Ik ga me ook inschrijven voor het Heuvelrug loopcircuit. En dat begon in april met de Jan van der Polloop. Daarna kwam de Amerongen koploop. De Cunera-loop, daar had ik helaas geen tijd voor. Maar ik had ook de Heuvelrugloop in Maren stond op de agenda. Dus die 3-10 kilometers waren de volgende stap. Daartussen zat ook nog even de IMAX-run. De run waar het allemaal ooit begonnen is. Dat verhaal vertel ik nog wel een keer in een andere vlog. En zo had ik dus een voorjaar wat helemaal langzaamaan in het teken begon te staan van hardlopen. Nou, en naast dat hardlopen was ik ook al 2 jaar op de Utrechtse Heuvelrug volop aan het mountainbiken. En daar stond in het voorjaar ook 2 belangrijke races op de rit. Allereerst de Milman Trail in Luxemburg. En natuurlijk de Cyclo voor het 2e jaar op rij. Een marathon van 60 kilometer bij ons op de Heuvelrug. Dus zowel op het fietsen als het lopen was ik veel aan het trainen. Maar ja, het was wel allemaal benen. En toen werd het mei. Er gebeurde er iets bijzonders. Allereerst, in mei, in de meivakantie, sprong ik in een zwembad. En omdat ik Strava gebruik, wilde ik eens een keer een zwempartij loggen. Dus ik deed netjes mijn 40 baantjes op Strava. En toen kwam deze comment erbij van Johan van Schoonhoven. En die zei, hey, ga jij soms een triathlon doen? Nee, tuurlijk niet. Even later op Facebook kwam Helmi van Doorn daar overheen. Die zei, oh ja, triathlon, hartstikke leuk, moet je doen. En daar was een soort zaadje gepland. Maar ik dacht nog steeds niet dat ik aan triathlon ging doen. Echter, toen verscheen er een stukje, wederom in de lokale krant De Kaap, van Marco Glastra, die zei, ik ga deze zomer mensen kennislaker maken met triathlon. Nou, en dat was een ommekeer.
Marco zei, schrijf je nou gewoon in voor een triathlon en dan komt dat trainen vanzelf. Nou, en dat werd de Keistad Triathlon in Amersfoort. Een sprintafstand, of 1/8. Dus dat betekent 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Nou, ik vond dat ergens in begin juni echt een ontzettende spannende hoeveelheid. En ik dacht, oh mijn god, als dit maar gaat lukken. Maar het was tegelijkertijd ook heel motiverend en heel leuk om helemaal in die triathlonsport te duiken en uit te zoeken hoe dat allemaal werkt en welke spullen je nodig hebt en wat daarvoor belangrijk is. Het belangrijkste was toen ik ergens in juli uiteindelijk het ook voor elkaar kreeg om het zwembad in te gaan en ook echt voor het zwemmen te gaan trainen. Toen dacht ik, ja wacht even, ik ga toch niet de hele zomer trainen voor één lullige triathlon in september. Weet je wat? Ik moet oefentriathlons hebben. En daarom schreef ik me in voor de triathlon in Leiderdorp. Dat was mijn allereerste ooit. Want ik dacht, nou ja, iemand moet ook laatste worden. Laat mij dat dan maar zijn. En dan kan ik gewoon eens uitzoeken hoe dat gaat. En 2 weken later de triathlon in Bodegraven. Allebei ook een sprintafstand. Nou ja, en toen ik dat eenmaal had meegemaakt, ja, toen was ik verkocht. Daar is mijn ultieme liefde voor de triathlon begonnen. Nou ja, en die triathlons die gingen eigenlijk ook verrassend goed. Ik werd daar zowel, ik eindigde bij de eerste 50 in het veld. Niet dat het me daarom te doen was, maar dat is natuurlijk wel extra leuk. En vervolgens viel ik 4 september, 5 september in een zwart gat. Ik dacht, ik wil door met hardlopen, ik moet meer evenementen. Toen heb ik in september nog Werkhoven loopt, een 10 kilometer gelopen met echt bizarre tijd op de 10 kilometer. Beloof wat voor volgend jaar. En tot slot natuurlijk een aantal weken geleden de 7 Heuvelenloop, 15 kilometer als afsluiter van het seizoen. Nou ja, tot zover. Dat is mijn wedstrijdjaaroverzicht. En wat jij daar hopelijk van kan leren is, elke reis begint met de eerste stap. Dus als je nu dit zit te kijken, welk evenementje, hoe klein ook, pak een 5 kilometer. Voor mijn part, pak de Driebergenloop. Hij is weer begin maart. Hartstikke leuk om je nu voor in te schrijven. Het is nog net ver genoeg om niet meteen heel hard te moeten gaan trainen. Maar ook dichtbij genoeg om te denken, goh, ik moet in januari toch wat gaan doen. En als je eenmaal begonnen bent, dan komt de zin vanzelf. En dan ga je door. Als je benieuwd bent wat ik het komend jaar allemaal ga doen, volg mij dan even op Strava. Zoek naar Gerrit Heijk op in Leersum en je ziet alles wat ik ga trainen. En de grootste evenement wat ik natuurlijk op dit moment op de agenda heb staan, is de Rotterdam Marathon. En niet omdat ik een marathonloper ben, ik vind het doodeng. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ja, tegelijkertijd ook super motiverend. En ik ga iedere week op donderdagmiddag een nieuwe vlog publiceren over mijn reis ernaartoe en de handige tips en tricks die ik daarin ontdek. Dus als jij als eerste op de hoogte wil zijn, net zoals Kees en Jolien en Michiel en Sven en Gerdy, gefeliciteerd. We hebben al 40 subscribers. Druk dan nu op die knop abonneren hier op YouTube. En jij bent volgende week de eerste die op de hoogte is van een nieuwe vlog. Volgende week kom ik trouwens niet meer vanuit Auvergne in Frankrijk. Maar Sophie, waar gaan we naartoe? Oostenrijk. We gaan naar Oostenrijk. Dus volgende week zie ik je graag in een vlog vanuit de sneeuw vanaf de skis. Tot volgende week. Sophie en ik gaan nog even trainen. Genoeg voor vandaag. Wij gaan aan het kerstdiner. Doei! Wil je ook nog zwaaien?